lopen sluk. Ajax. Ben je voor Ajax? Nou, ik niet. En ik ga het ook niet halen. Nee. Moet je het even vragen aan de kijkers. Oké, wat en wat heb jij? Ik heb 2 bonnetjes. Wat zou ik zeggen? Rustig. En Rodi gaat meedoen aan de motorbende. Nee, tegen de smok. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 15 augustus 2022 en het is nu 2:50 in de middag. Ja. En zoals je ziet lopen wij dus namelijk in het winkelcentrum. Ja, dus dat. Dus wij wensen jullie gewoon, zoals altijd weer, heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. En waar zouden we nu weer naartoe gaan? Ja, inderdaad, helemaal goed. We gaan weer naar de welbekende bak, jongens. Naar de welbekende bak, 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 bak. Staat er weer mooi gekleurd op. Ja, iedereen. Ja, ik wou eigenlijk die kant op lopen, maar dat ga ik maar niet doen. Nee. Kijk, er ligt wel wat in, maar we gaan kijken wat. Nou, het is niet zo heel veel soep, zeg maar. Nee. Als je van vleeswaren houdt, schat, moet je vooral vleeswaren gaan kopen. Ja, oké. Nou, Roderick die gaat even kijken. Helemaal goud, helemaal goed. Achterham. Ja, allemaal achterham. Achter en ham. Ja. Voorham, achterham, voorham, links. Achtersteeg, links, voorsteeg, zijsteeg. Weverkaas. Dat is toch lekker? Pekelvlees. Lekker joh. Pekelvlees, pekelvlees. Boer achterham, hé, hey, boeren. En dan kun je in de boeren steunen. Ja, dat kan ook. Boeren steunen, oké? Ja? Ga maar eventjes in de boeren steunen voor me, ja? Voor ons, voor jou. Boeren achteraan. Heerlijk. Hè, schat? Boeren. Zeg maar ja. Boeren. Nee, worst met spek. Zeg maar ja. Nee, zeg maar niet. Niet? Nee, gaan we niet zeggen. Zeg maar nee. Dat ook niet. Nee, daarom. Ik ga achter Roderick aanlopen. Dat is leuk, want dan zie je arme opstopping. Arme opstopping. Stopping. Ja. Ja. Achter hem aanlopen is leuk. Schappig. Achter hem aanlopen is leuk. Ajax. Ben je voor Ajax? Nou, ik niet. En ik ga het ook niet halen. Nee. In de wasmachine? Nee joh, het is zo te druk. Oh, in de wasmachine is toch handig, schat? Ja, sowieso. Lavendel. Is die lekker of niet? Die lavendel, deze. Die is lekker. Hè? En het is hier een beetje natjes. Eeuw. Eeuw. En dit is ook wel weer leuk, hè? Herfstkleur. Kijk, oh, wat leuk. Wat lief. Hè? Wat leuk! Zo grappig! Dat is leuk voor jou. Bestje. Nee, dat is niet leuk. Nee, ja, maar jij bent ook lief. Ja. En dat voor in het raamkozijn zeker. Nou. En dan moet Laura er nog meer gaan schoonmaken. Dat ga ik er niet aan doen. En voor 84. Leuk, glitter. Nou, ik ga die niet halen hoor. Voor, nee. Ga ik niet doen. Geen zin in ook. Het is een beetje duur. Kijk, en net zoals dit. Is ook grappig. Kijk.
En van vilt gemaakt. Nou, dat kan ik nog zelfs maken. Ja, maar een kleuter kan dat nog maken. Ja, maar dat doen ze niet. Nee, laat het wel aan bedrijven over. Ja. Wat vergeet ik? Ja, die ja. Ja, precies dat. Ja. Wat ziet jij weer leuks? Een mooie lamp. Lamp, heb jij genoeg in huis? Vraag maar aan mevrouw achter mij. Vraag maar lekker aan haar. En je hebt genoeg zooi thuis. Alleen jij wil het niet zooi noemen, maar het is wel allemaal dingen wat is gemaakt door zooi. Ja, maar wat voor zooi? Aardappelzooi, zetmeelzooi, geen idee. IJzer, koper, hout. Alles weer even aanraken, schat. Ach ja, maakt niet uit. Ze hebben ze weer. Ja? Ook leuk. En wat zoek jij? Een lamp. Wat voor lamp? Hallo. Ja, voor met dat licht geeft, zeg maar. Wat? Dat licht geeft. Dat... Ja, waar? Voor wat? Balkon? Voor mij. Ja. Voor waar? Balkon? Niet balkon? Op het dak? Weet ik veel. Een labrador. Ja, we zijn lekker even bij de Lidl, hè? 1,29 voor een paar banaantjes. Wat denk je? Is toch handig? En anders bij de Aldi, toch? Hé? Hey? Ja. Of niet? Misschien wel. Toch wel, misschien wel? Zou kunnen. Oké. Okay. Waar wil je allemaal naartoe? Waar wil je naartoe? Waar? Ik heb 1 kwartje en 15 cent. Ik denk dat ik ook 65 cent. Ik heb helemaal niks verkopen. Ja, dat weet ik niet. Moet je kijken wat jij wil gaan kopen, schat. Want ik weet het niet. Wat jij wil gaan kopen. Nee. Ik weet het niet, nee. Moet je het even vragen aan de kijkers. Oké, wat heb jij? Ik heb 2 bonnetjes. Van de lege pressen. Ja. Totaal 65 cent. Wat kan ik daar verkopen in deze winkel zonder dat ik er voor hoef bij te betalen? Ja, dat is een hele goede. Goede uitdaging. Hele leuke uitdaging. Vooral. Hier, kijk hier. Broodjes. Kijk. Afpakbroodjes. Ja, maar dan krijg je een dubbeltje terug. Ik heb het precies uit. Je wil het precies uitgeven. Ik heb een hele lege pressen. Oké, misschien heb jij een idee. Rodi heeft een vraag. Hij heeft voor 65 cent, toch? Ja, in totaal. 50. In totaal. En dan wil hij iets van kopen hier in de winkel. Zonder geld bij te betalen of terug te krijgen. Zonder bij te betalen of terug te krijgen. Dus jij bent ook heel goed met zoeken. Dus ik zou zeggen, ga je gang zoeken. In de winkel. Ik had een hoop lege flessen. En maar zonder koffie of zo. Die nemen ze niet terug. Dat wil je een andere winkel even kijken. 69 cent? Dat is te veel. Ik geef mij gewoon een opdracht mee, zoek het uit. Huh? Vind ik leuk. Mijn zus heeft een opdracht gegeven, is grappig. Huh? Dat is 69 cent. Ja. Dat is te veel. Precies. Mijn zus heeft een opdracht gegeven, dat is grappig. Is dat? Ja. Mijn zus heeft een opdracht gegeven, dat is zo grappig, dat is zo leuk. Wat zijn nou? Bloemen. Ik trek die dus. Nee, jammer hè? Ja. Dus ja. Nee, maar dat zeg ik. Dat is gewoon leuk om iemand een opdracht te geven die gewoon bij ons logeert. Dat is handig. Laat hem maar even zoeken. Wanneer? Oh, maar waarom kijk jij nou weer? Saskia. Helder. Waar komt de kwartje Saskia? Ja. Een flesje. Even kijken, wat hebben we allemaal nog meer? Ja, te veel. We hebben gewoon te veel. Ja. 85 cent, 99 cent. Te veel. 50 cent. Dat is een uitdaging voor jou, schat dit. Ja. Nou, wij komen er zometeen wel terug als Ro is geslaagd. Toch, schat? Als ik geslagen ben. Hm? Geslagen ben. Ja. Ja, precies dat. Nou, wij gaan dus even lekker naar de Aldi. Dus daar gaan we even gezellig naartoe.
En ja, dat is leuk. Gezellig. Wat is er, vriendje? Wat is er dan? Wat is er dan? Zeg, lucht. Zonnebrilletje af. Jee. Wat is er dan? Maar ja, maakt niet uit. Helemaal goed. Ja. Kijk eens, mensen. Het is een mooie regenboog. Ja. Het is lekker aan onweer ook. Het heeft net een beetje geregend, maar het is nou weer ja, wat zou ik zeggen? Rustig. En Rodi gaat meedoen aan de motorbende. Nee, tegen de smok. Ach ja. Maar het is wel lekker weer zo, hè? Prima, alles goed. Oh wow. Zo, mooie bandana. Ja. Piraten zijn. En het is nu nog wel aan het regenen, zie ik trouwens, overigens. Maar de vlog die vandaag online is gekomen, kijk, deze auto die kwam ik dus tegen. En deze auto is van mij. Ja, deze. Zoals je hoort, is inderdaad lekker aan het onweren. Doe jij nou? Doe jij nou weer? Heerlijk. Wat nou weer? Gewoon, goed. Is leuk. Dat is hetzelfde dat ik voor jou heb gekregen, ja? Ja, nou daarom. Mag dat dragen als een bandana? Ja, tuurlijk. Mag dat. Tuurlijk altijd. Nou, is het goed. Ja. Zijn nou eens even een bandana op doet. Dat zou leuk zijn. Nee, ik hou daar niet zo van. Van bandana's? De wat? Bandana. Ja, wat? En wat jij nu op en op je hoofd? Ja, dat is een nekbandana. Ja, dat weet ik wel, maar bandana's of een nekkraagje, dat kun je als muts gebruiken. Nee, ik... Net zoals een trui die, of een shirtje die echt heel strak om mijn nek heen zit, ik kan daar niet tegen. Weet je niet, hè? Nee, maar alsnog, ik kan daar niet tegen. Ach ja. Ja, daarom. Wat ga jij nog even eten? Zo kan het ook. Het staat je wel goed overigens, schat. Een tulband. Ja, wat jij wil. Maar het staat je wel goed, zeg ik. Ja. Kiekeboe. Yo, ik ga deze vlog met jullie gezellig afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, belletje aan en doe het duimpje omhoog, mensen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.